Hallo, welkom bij de GUJO-vlog. Mijn naam is Jelle Kamstra. En de GUJO-vlog, wat houdt dat in? Wij willen filmpjes posten met verschillende thema's van onderwijs en wonen. Wij staan hier en daar zien jullie het borstbeeld van H.D. GUJO. Wie hij is de oprichter van het dovenonderwijs in 1790 in Groningen geweest. Zelf heeft hij ook les gegeven aan dove kinderen. Na verloop van tijd werd dat steeds meer. In Groningen is in 1985 de school verhuisd hier naar Haren. In 2009 is de GUJO-school samen met andere scholen van Nederland gefuseerd. Nu is de naam Koninklijke Kentalis. En de GUJO-school is samen met wonen een onderdeel van Kentalis. Wij gaan nu naar de GUJO-VSO-school om te kijken. Zijn jullie benieuwd? Gaan jullie mee? Kom! Dit is de GUJO-school voor het VSO. Kom, gaan we kijken. Hoi, mag ik jou wat vragen? Waar woon jij? Ik woon in Groningen, in Bijum. En ik kom elke dag op de fiets heen en weer. Wat voor opleiding doe je? Nee, ik volg geen opleiding. Ik werk heel hard. Ik werk hard. Maar hout? Nee, ik volg geen opleiding. Niks. Alleen maar hard werken. Oké, hard werken. Prima. Dank je. Mag ik jou wat vragen? Waar kom jij vandaan? Hengelo. Uit Hengelo. En wat doe jij? Ik doe een HAVO-opleiding. Eerste jaar, tweede, derde? Nee, laatste jaar. Laatste jaar. Nou, succes. Dank je. Mag ik jou iets vragen? Waar kom jij vandaan? Uit Amsterdam. Uit Amsterdam. En welke opleiding doe jij? Ik doe richting administratie, BBL. Zesde jaar, examenjaar. Oh, examenjaar. Oh, nu al. Succes, dankjewel. Wie zou er nog meer iets kunnen vertellen? Mag ik jou iets vragen? Wat voor opleiding doe jij? Op school, wat doe jij hier? Ik vind het leuk met hout en zo. En daarbij barend, vind ik leuk. Met dieren vind je leuk. En er zijn twee verschillen, hout en dieren. En gaat dat goed? Ja, vind ik leuk, gezellig. En nog 2 jaar, volgend jaar stop ik. Dus volgend jaar ben je klaar. Dankjewel. Mag ik jou iets vragen? Ja. Waar kom jij vandaan? Jij bedoelt waar ik woon? Ja. Almelo. En ga je elke dag op en neer? Nee, ik zit op het internaat. Internaat. En hoe bevalt het wonen daar? Goed? Jawel hoor, ja. Welke opleiding doe jij? TL. Laatste jaar of niet? Nee, vierde jaar. Oh, vierde jaar. Betekent volgend jaar examenjaar. Oké, dankjewel. Dit is de pauzeruimte waar iedereen bij elkaar komt. Zowel de bovenbouw als de onderbouw. Niet samen, want dat is een te grote groep, vandaar dat het opgesplitst is. Dit was het eerste filmpje, dat is nu klaar. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Dag!